Een bijzondere week voor schrijfster Gea van Beuningen uit Beneden-Leeuwen. Een kinderboek dat zij al een aantal jaar geleden schreef, werd afgelopen week ineens weer populair, nadat Barbara Barend te gast was bij RTL Late Night. Het boek gaat over sterren die twee mama's heeft en daar in de klas over vertelt. En daar in eerste instantie wat ongemakkelijk over is, omdat andere kinderen in de klas een vader en moeder hebben en zij denkt, hoe gaan kinderen daarop reageren? Maar de juf pakt het heel leuk op en een jongetje in de klas is ook inderdaad, de dwarsligger, maar het jongetje wat zegt, het is gek. Twee mama's hebben. Hoe kan je nou twee mama's hebben? En de juf en sterren leggen dan samen uit dat sterren twee mama's heeft. En dat misschien wel anders is, maar zeker niet gek. Er was een schrijfwedstrijd vanuit het Roze Huis in Antwerpen om een kinderboek op de markt te brengen. Wat meer aandacht vroeg voor kinderen die opgroeiden binnen holebi-gezinnen. En die wedstrijd heb ik mijn verhaal geschreven. En dat werd uitgekozen en daar zijn hele mooie illustraties bij gemaakt. En daar was het boek. De televisieaandacht schijnt het heel goed te doen, want er is een tweede druk van het boek gekomen al een tijdje geleden. En die tweede druk die is inmiddels uitverkocht. Nou ja, dat had een nare aanleiding. Afgelopen weekend de aanval op de mannen in Arnhem. En daar werd in de uitzending van RTL Late Night werd daar aandacht aan besteed. En daar zat Barbara Barend bij, die op social media het initiatief had genomen om mannen hand in hand op de foto te zetten. En toen zij zwanger was, was mijn boek net uitgekomen. Ik heb haar toen het boek toegestuurd en kreeg er een hele leuke reactie terug dat ze het boek zeker voor zou lezen in latere tijden. En ineens kwam dat boek nu weer terug. Dus ik was helemaal verrast, maar ja, heel leuk verrast. En ik denk dat het heel goed is voor juffen, meesters om het boek te pakken en het in klassen voor te lezen en het samen met kinderen te bespreken. Zodat het uit een soort taboesfeer gehaald wordt en we excessen zoals afgelopen weekend kunnen voorkomen. Daar zal dit boek niet alleen aan bijdragen, maar het zou misschien net een stapje kunnen geven. Dus ik hoop dat er een derde druk komt en dat het binnen Nederlandse basisscholen verspreid gaat worden.